Hé, eindelijk. Ja hoor, het is officieel. Louis van Gaal is onze nieuwe bondscoach. Ja, we wisten het natuurlijk al een hele tijd, maar, oh, maar het duurde maar. Ja, Speedy Gonzalez, jullie kennen hem wel. Onze kleine Mexicaanse muis. Nee, die heeft geen filiaal in Zeist hoor. Nee, dat is een ding wat zeker is. Maar goed, anyway. Louis is nu onze nieuwe bondscoach. En ik heb hem eigenlijk ook naar voren geschoven als de meest ideale kandidaat op dit moment. Ja, zo moeten we het zien. De keuze die we nu hebben en zoals we er nu voor staan, dan is Louis de meest geschikte man om dit te doen. Nou ja, goed. Maar Louis heeft natuurlijk wel, en dat weten we allemaal, die heeft wat haken en ogen, heet dat. Ja. Dat heeft Louis. Ja, nu lees je het overal al. Ja, wat moeten we met die arrogante man en dit en dat. Dat weten we nou wel. Louis is arrogant. Dat is bekend. En dat nemen we gewoon vrolijk op de koop toe. En Louis is heel erg zelf ingenomen. Dat nemen we ook op de koop toe. En Louis heeft een ego van hier tot hinderlopen. Dat nemen we ook allemaal op de koop toe. Maar er is nog iets bij Louis en dat nemen we eigenlijk niet op de koop toe. Want Louis heeft altijd die schoolmeester in zich. Dat kan hij maar op de een of andere manier heel moeilijk kwijtraken. Hij wil iedereen maar even uitleggen hoe het zit in het voetbal, in het leven en in de hele wereld. Dat is zijn makker. Ja, en voetballers, en dat was toen in 2001 al zo, toen Nederland zich niet plaatste trouwens voor de WK onder Louis. Ja, die spelers die hadden daar helemaal geen zin in, dat schoolmeestergeleuter. Dat waren allemaal gearriveerde verdetters bij grote clubs. En daar kwam Louis even uitleggen hoe het allemaal moest. Nou, die lachten allemaal achter hun hand en die hebben eigenlijk, dat heb ik begrepen van spelers later, hem gewoon laten vallen. En die dachten, zak jij maar eens even lekker door het ijs met al je gelul. Nou goed, en dat moeten we nu dus wel voorkomen natuurlijk. Louis moet daar natuurlijk weer niet als de directeur van een jongensinternaat daar weer een beetje eigenwijs gaan lopen doen. Nee, Louis, doe het. Kijk, Ronald Koeman die trok ook de discipline aan. Dat moet jij ook gaan doen trouwens. Die trok de discipline aan, maar tegelijkertijd deed hij ook af en toe even zo. Dat moet jij ook doen, Louis. Gewoon af en toe even zo. Want werd er dan bijvoorbeeld keiharde muziek gedraaid in de kleedkamer en Ronald had daar helemaal niks mee. Dan liep Ronald gewoon weg en dan lieten die gasten gewoon hun gang gaan. En klaar. Zo moet jij dat ook doen, Louis. En daar gewoon niks van zeggen. Ik weet dat kost je moeite, maar dat ga jij doen. Jij gaat niet de schoolmeester zijn, Louis van Gaal. Alsjeblieft niet. Jij moet twee dingen doen. Je hebt twee opdrachten nu als de nieuwe bondscoach. A, de discipline aantrekken. Zorgen dat ze niet meer met telefoontjes en weet ik veel wat rondlopen. En een beetje zelf de dienst gaan uitmaken. Jij trekt de discipline aan. Dat is je eerste opdracht. En die tweede opdracht is, tactisch ga jij het gewoon helemaal goed neerzetten. Iedereen op zijn juiste plaats. En we gaan spelen als een tierenlier. En dan heb jij ook de spelers voor nu. En als je dat gaat doen, Louis van Gaal, dan word jij dus gewoon wereldkampioen. Geloof mij nou maar. Dus, één dingetje, Louis. Geen schoolmeester. Gooi dat krijtje weg.